Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. De dingen aanzetten. Vergeet ik altijd de stofzuiger. Fietssleutel hangt er, gelukkig. Moet ik een jas aan? Ik ga lunch met Nicole. Die hangt hier. De enige jas die hier hangt is deze. Dat vind ik wel echt niet staan. Het ziet er echt niet uit bij deze outfit. Je moet juist een zwart jasje of zo bij. Ja, dan kom ik dus te laat, dat wil je ook niet. Staat het wel? Nee. Dit ook niet hoor. Ik heb ineens weer een jas aan. Het is, we hebben kwart over één afgesproken. Ja, dan maar dit. Het is heel netjes, maar... Oké, ik wil niet te laat komen, dus ik ga. Ik zal nog even mascara doen, maar dat is Nicole wel gewend. Let's go! Mega rare look, lange, soort van lange gewaad, jurk met coole sneakers en een nette jas. Totaal, echt, dit kan echt niet. Maar oké, ja, we kunnen er niks meer aan veranderen. Hallo, ik ging laatst hier vragen toen ik je vorige week dit ging halen. Ik ging vragen, worden jullie gescreend op dat je aardig bent? Dat is super raar, maar dat was zeg maar aardig bedoeld, want iedereen is hier aardig. Ja, maar ze zijn hier ook echt heel aardig. Dat ze moet. Stonden ook op dat festival bij Live at the Lake. Oh ja, en ze zijn echt aardig. Ik had haar ijskoffie. Je hebt geen koekje, hè? Nee, dat is wel jammer. Maar je weet dat je meiden mag. Alleen daarvoor zou ik al de warme nemen. Vond ik ook jammer. Maar ik had dus ijskoffie met amaretto. Oh. Oh ja, dat is lekker. Ik doe vaak in de avond bij vrienden ook dat. Kijk, dit zijn toch net wolkjes? Ja, het ziet er heel cute uit. Maar ik vond het te zoet of zo. Nicole's go-to broodje, carpaccio. En ik heb een club sandwich kip. En dan heb ik in plaats van bacon een eitje gekregen. Lekker, het lijkt niet zo extreem veel of zo. Bij die zelm dacht ik, dat krijgt het nooit op. Maar dit ga ik wel opkrijgen. Oh, het ziet er ook goed uit. Yummy. Met die kip ertussen. Ja, lekker. Jij? Oh, die slagroom ziet er lekker uit. Ik wil dit doen. Ja, ik eet toch geen slagroom. Waarom? Ik heb niet gesproken. Oh, sorry. Oh, het gaat helemaal mis. Pak het zo. Ja. Ik heb... een iced latte macchiato met wit chocolade saus, siroop. Ja, en strawberry. En strawberry. Oh, alleen die vier erop? Of zit er ook strawberry? Ja, nee, ik denk dat alleen de strawberry. Ja, ik hou niet van dat wat jij hebt. Ik heb een cafeïnevrije haverkapu. Dat is echt wel geluk. Kapu? Wil je weer mijn cookie? Nee, dat is cool. Oh. Het was super leuk met Nicole en mijn bijles was ook weer super leuk. Wel jammer, want ze willen nu nog maar één keer per week. En deze week is dat dus een bijles minder. De bijles van vrijdag kunnen niet deze week, is te druk. En de bijles van woensdag kunnen niet vanwege vakantie. Dus dit was het voor deze week. Dus ik moet echt op zoek naar iets anders, want het werkt niet helemaal. En Nicole en ik waren heel eventjes in de Action. Daar heb ik dit gekocht. Hij ruikt echt lekker, zo'n vanille stokje. Ding met stokje. Ik dacht, dat is misschien iets voor in de gang beneden met de kattenbak. En nog twee van deze, want die vind ik super handig voor in de koelkast. Eerst wist ik nooit zo goed wat je met dit maatje moet, maar kijk. Ik heb dus deze, is voor biertjes, die hadden ze er niet nog een van. Maar dit is best wel handig, dan is het gewoon georganiseerd. Dus ik dacht, ik doe er gewoon lekker twee naast en dan kan ik dat zo verder. Ik zit echt de hele tijd te denken van... Ik ben net aan het denken van, hoe zorg ik ervoor dat ik een keertje een vlog van 3 kwartier heb in plaats van 1,5 uur. Want... ja, ik denk juist, hoe meer content, hoe leuker. Ik weet dat iedereen altijd struggelt met te weinig content hebben. Maar volgens mij vindt iedereen het een beetje te lang worden. Het is ook zonde als je super erg je best doet voor leuke content. En bijvoorbeeld in de sportschool ben ik dan aan het filmen. En denk ik, ja, dat is leuk voor jullie. Maar als niemand daarop zit te wachten, ja, scheelt het mij ook ziek veel tijd om dat natuurlijk niet te doen. Dus laat het vooral even aan mij weten. Als je iets hebt van, hey Charlotte, deze content kun je gewoon weglaten. Dus nu denk ik ook, oh, dit is leuk. Dat ik niet alleen zeg, ik heb dit gekocht, dit is het. Maar dat je dus ook ziet dat ik eventjes mee bezig ben. Ik probeer ook een beetje wat sfeerbeeldjes, een beetje context, een beetje een lopend verhaal ervan te maken. Want bij 35 tijd heb ik best wel veel klachten gehad over dat het allemaal samengerijpt zooitje zonder content was. Dus ik doe echt zorg mijn best, maar dat het dan weer te lang is. Ik weet dat sommigen het fantastisch vinden hoor, maar ik vind het ook een beetje zonde. Als je mega erg je best doet, dan is het te lang, ja. Dit is in ieder geval handig, want zo... kan je het ook heel veel makkelijker uitpakken. Maar moet ik zeggen, wij zijn echt helemaal geen drankjespersonen. Het is vooral voor als er mensen komen. En het zijn ook vooral een beetje random aankopen van mij. Nou, het is niet helemaal dat er een mooie volgorde zit van prachtige cola blikjes en dingen. Maar het is toch wel een soort van netjes. Dat dit nog bij de TK Maxx gekocht, omdat ik dus serieus wel die iets met zo'n kookprogramma wil doen. Ik dacht, dit zijn wel mooie nette planken. En
Dit vond ik een hele mooie aanvulling voor de kast. Want in die video's wil ik heus ook wel een keer iets met cocktails doen. Ik heb natuurlijk ook best wel wat leuke glazen, maar dit is echt mijn favoriete merk. Dus ik ga even kijken waar ik die bij ga zetten. Maar die mooie glazen maken me echt te blij. Dus hier ergens moet dat bij. Als laatste had ik nog deze gekocht voor mijn salade caprese. En die vond ik heel mooi. En hij heeft ook zo'n randje dat de olie er niet afvalt. Oké, nog even beneden, want hij mag niet horen. Ik had nog wat besteld bij Rituals. Het is echt lijp duur. Ik was vandaag in Action. Dus hier weer allemaal geur diffusers voor. Oh, chill. Ik heb 4 uur om op te nemen. Maar zo blij met mijn nieuwe geur. Ah, zat ik ook trouwens. Ik heb zo honger. Maar dan zie je allemaal geur diffusers voor 8 euro. En ik heb dus die Rituals geur diffuser besteld. Die echt gestoord duur is. De buurtjes zijn ook echt lijp. 30 euro of zo. Maar hij zei een tijdje geleden van, oh, ik zou het zo leuk vinden als we in de badkamer dan zo'n sauna geur hebben of zo, weet je wel. Ze dacht, oké, ik kan eucalyptus ophangen of zo'n simpele diffuser. Maar ik dacht, wel leuk voor verjaardag 10 september. Om echt eventjes iets luxe te kopen. Dus ik heb gisteren, ik zal het nog filmen, maar ik vergeet altijd boven te filmen hoe ik de tv ook nog laat zien. Boven de wc heb ik het helemaal mooi leeg gemaakt en een kaarsje neergezet. En dan weet hij niet dat uiteindelijk dit erop komt te staan. Het is goud. En als het goed is, kan je dus en opladen en zonnestekker. En ook, ik kan er tegen praten, ik kan met je telefoon doen. Ik hoop dus dat hij echt draadloos ook kan, volgens mij wel, want daar gaat het om. En dan heb ik dus een hammamgeur. Ik ga het niet testen. Ik heb 1 euro betaald om het te laten inpakken en het is niet ingepakt. Dat is wel jammer. Ik ga dit weer beneden in mijn kantoor bewaren, want daar bewaar ik altijd cadeautjes. En dan heb ik ook nog dit gekocht. De navulverpakking van de zeep. Want we hebben al een houder, dus ik dacht, nu hoop ik maar dat hij lekker is. Ik vind het niet 100% lekker, maar dit is wel dichtstbij wat je komt bij sauna geur. Ik had vandaag die eucalyptus in de Action, die vond ik niet lekker. Ik dacht, dit is ook een leuk cadeautje. En dan kan dat in de handzeep, dan ruikt dat ook naar eucalyptus. En dan nog dit. En eigenlijk wilde ik gewoon heel graag die gratis spullen die ik krijg bij een bepaald bedrag. Ik heb 2 bestellingen geplaatst. Bij de ene kreeg ik dit erbij. Een gift set. En dit is met de body scrub en de body cream. Ik denk de minis. Ja, ik weet nog niet of ik die zelf ga houden. Gewoon die mini formaat. Dit is mijn lievelingsgeur. Of dat ik dat niet doe, maar deze leg ik even in mijn cadeauafdeling. En boven heb ik nog wat voor mezelf is. En ik heb net al het vuilnis weggegooid, maar ik ga nu nog een ronde doen. Op de gang zit echt zo'n doos. Want deze doos, die diffuser, kwam in zo'n doos. Dus, oké. Dit moet ik even opbergen, zodat hij het niet ziet. Hij zag nooit wat hoor. Oké, voor mezelf had ik dus mijn favoriete body scrub. Ik ben het verkeerde gekocht. Oh nee, ik denk al. De scrub en de cream. Dit is echt al 100 jaar mijn favoriet. Lang niet gehad. En deze had ik dan gekocht. Heerly. Maar eerst even mijn andere dingen opmaken. En ik heb hier ook heel erg lopen opruimen en uitzoeken. Ik ben echt heel lekker bezig met opruimen. Langzaam maar zeker wordt het echt zoveel beter hier. Het is net een beetje te vol. Ah ja, ik weet niet of iemand het weet, maar hier stonden dus 2 hele grote manden vol met Zoe. Dus zo ziet het er nu uit. Een stukje netter. En dan komt hier dus de diffuser. Superleuk. En dit is dus onze geweldige tv. Het verschil. We hebben deze ook beneden. Dit is de frame 75 beneden. En we hebben hier dus de 43. En het verschil met de nieuwe 2023 versie is dat die mat is. Echt niet normaal. Waar je ook staat. Geen reflectie. Er zitten nog dingen van mijn bonusdochter op de muur. We hebben ook nog haar lamp. Maar bizar. Dit is gewoon net een schilderij. En je kan dus van alles kiezen. Beneden hebben we ook zo'n abonnement op de store dat je meer kan kiezen. Maar er zijn echt genoeg opties. Het is echt heel vet. Super mooi. Met die witte rand is het ook echt net een schilderij. En volgens mij had ik dat dus niet verteld. Maar ik ging het dus halen, dat had ik wel verteld. En ik had er helemaal zin in. En hij doet het pas sinds vanochtend. Want pas sinds. Dit is trouwens ook nog het lichtklopje van mijn bonusdochter. Sinds vanochtend. Ging een monteur dus in onze tv en heeft ze dus het gereset zoals je dat zelf niet kan resetten. En is het dus eindelijk gelukt, want ik denk dat we een retourversie hebben gekregen of zo. Wow, dat is bizar, hè? Denk ik, want er stond, nou ja, er was steeds een error. Ik zal niet te lang praten, maar alles probeert. Echt zoveel uur mee bezig geweest en het lukte gewoon niet om Netflix te downloaden bijvoorbeeld of überhaupt iets te doen. Maar anyway, nu 5 dagen later is het opgelost. En het is echt ziek chill. En we hebben het dus vooral gekocht omdat we vaak
rond 9 of 9:30 dan denken van hoe chill zou het zijn als we nu vast lekker boven in bed konden liggen. En nog even verder konden kijken, maar dat je wel vast lekker klaar bent en in bed ligt. Dus ik heb er ook heel veel nadelen zijn aan de tv in de slaapkamer, maar ik ben heel blij. Voor het eerst in mijn leven is de tv in de slaapkamer en ook gelijk een schilderij. Het is echt amazing. Superleuk. Heel blij mee. En nu gaan we lekker eten, want het is 7:30 en ik heb super veel honger. Ik heb trouwens ook 2 nieuwe kussens van Emma opgestuurd gekregen. Dat zijn de wolkenkussens. Die schijnen echt geweldig te zijn. Dus die gaan we eventjes lekker uitproberen. En dan zal ik jullie op een tijdje laten weten wat ik ervan vind. Ik ben echt heel benieuwd. Het ziet er in ieder geval uit als een kussen die ik wel heel lekker vind. Wow, en fluffy en stevig. Maar oké, dat komt later. En het laatste dat ik heb gekocht. Ik had laatst nog zo'n witte teddypoef gekocht bij Action. Maar Nicole zag dus deze. En toen dacht ik, ja, die moet ik ook. Er waren er nog 2. Deze zijn zo handig. We hebben al best veel, dus ik ga even kijken waar die moet. Maar heel veel plezier van. Want we hebben dus die witte daar. Nou, boven ook nog. Deze kan ook vast wel ergens. Heel cute. Ik weet wel dat ze zo'n hokker, of tenminste zo'n stoelversie hadden. Het is gewoon echt een krukje met een klein opberging. Maar dit is gewoon ook echt zo'n poef. Super pretty. Het enige wat ik vind, waardoor je ziet dat het wat goedkoper is, omdat het echt wit-wit is en niet crème. Maar hoe leuk is dit? Ik kan deze dingen eigenlijk altijd ergens op kwijt. Kijk, hier vloekt het nu wel, want dit is echt een soort geelwit. Dit is crème en dit is witwit. Maar ik denk dat ik het hier niet leuk vind. Maar zo, voor wie het wil zien, kijk. Dit is het verschil, dus ze zijn wel echt totaal anders. Is deze nou witter? Of deze is viezer, of deze is gewoon echt veel witter. Maar ik weet niet waar deze gaat, maar ik denk boven. Nou, zo'n ding kost 7 euro of 9 euro. Dus ik ben er echt fan van. Zodra ik ze zie, denk ik altijd hebben, want ze zijn altijd mega snel weer op. Ja, je bent een stoute poesie. Ja, we gaan al naar buiten. Ik zit letterlijk in de badkamer op de mat te wachten tot ze naar buiten mag. Dus van, ga bestuur mij naar buiten. Doei. Ik had trouwens volgens mij niet dit gefilmd nog. But this is how it looks now. This is how it looks now. Nou, zo dus. Een paar glazen in de andere kast gezet. En 1 wijnglas weggegooid en dit wijnglas zit in de vaatwasser. Oh, ja, heel jammer dat die dus stuk is. Very jammer. Well, I guess I just keep it like this. I don't know. Help me. Help her do this. Goodbye. Farewell. Oh. Ik heb dit ook nog opgeremd. En nu ga ik naar de Jimmy. Jimmy Jimma. Let's go. Wat heb je hem gevraagd dan? ChatGPT? Wow. Grappig. Kan je ook vragen van maak... Oh, leuk. Dat zou zomaar serieus... Dat had serieus een naam voor 35 kunnen zijn. Eerlijk? Toch? Nooit over nagedacht. Vind ik een hele leuke naam. Maar ja, zet niet iets van Blitzbloem in of zo. Maar wel leuk. Als het Engels zou zijn, vond ik Charlotte's Chit Chat Cooking ook wel leuk. Maar ik vind dat te Engels. Ze zijn er. Super vet. Je kan het met 2 mensen dus spreken. Als het goed is, hoef je het ook niet zoveel naar binnen met je telefoon. Maar neemt hij het gewoon op hierin. Zeg maar, zit er gewoon geheugen in. Het is een echt hele goede, maar ik dacht ik kan beter meteen een goede kopen. Ik ben heel benieuwd. In mijn test kwam het tot zo'n 150 tot 155 meter. Zonder obstakels. Maar ja, zover loop ik toch nooit weg van je camera. Dus... Sinaasappelsap. Sinaasappelsap. Test. Test. Sinaasappelsap. Test. 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 Sinaasappelsap. 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 Ja, ik dacht ik heb zin in een ei. Wil jij van mij nog een ei? Ik wist dat die eruit ging vallen. Mega lekker. Hij heeft risotto gemaakt met boon, selderij, courgette. Extra veel ei. Shawarma erbij. Lunchtime en ik voer echt niet elke dag alles in, maar ik heb het nu wel eventjes gedaan. This is it. En ik moet mijn matcha nog invoeren en verder had ik niet ontbeten. Ik heb vandaag, dit ziet er zo goor uit, dat het zo'n hand. Maar wat later begonnen met eten vandaag.
Dus dit ga ik lekker opeten. En ik ben eigenlijk alleen maar dingen aan het regelen. Ik ga jullie zo wat vertellen. Dit is zo simpel, maar zo chill. Het lijkt letterlijk alsof je je best hebt gedaan op een salade. Oké, ik ga weer even koken met wat we in huis hebben. Dus ik dacht ik ga een pasta maken, want dat vinden ze allebei heel lekker. En dan doe ik er een beetje feta door. Ik dacht dat we courgette hadden, maar dat hadden we dus niet. Dus ik moet even improviseren. Pesto, kip, knoflook, onion. Zoiets. Ik kan niet zonder mijn favoriete mes. Praat wat je dat aan. Het doet me dus denken aan die ovenpasta met feta die ik toen een tijdje hip was. En die ik toen in Muiden altijd maakte. Die was zo lekker. Ik denk dat mijn bonusdochter... Dit is trouwens een witte plank die ik dus heb gekocht. Maar er stond dat hij niet vlekken zou maken. Maar ik denk dat mijn bonusdochter niet echt gek is op feta. Ik had deze plank eigenlijk gekocht voor mijn serie. Maar goed, planken zitten in de vaat. Dus ik dacht... Why not? Oh ja, ik moet nog van alles vertellen over mijn serie. Want daar ben ik gisteren de hele avond mee bezig geweest. En vandaag ook een beetje. Het wordt echt iets. Het wordt echt top. Chilled. Echt, het waren best dure planken. Dus het voelt ook echt alsof het geen krassen maakt en zo. Zie ik goed spul. Het is altijd heel satisfying om in mijn vlog terug te zien dat ik uitsnijd. Heel weinig groenten voor ons doen, dus ik doe nog een beetje van dit erbij. Niet dat dit super gezond is, volgens mij bevroren, maar... Ah ja. En dan wordt het ook nog iets meer saus, want het is spinazie à la crème. Zo, dit laat ik gewoon even rustig prutselen. Dan ga ik eventjes douchen, want ik ben de hele dag aan het werk, dus ik zit nog in mijn pyjama. Typisch. En de herrie komt van de robotstofzuiger, maar die is even aan het wijden. Dan staat dit vast lekker klaar. Ik durf alleen nooit het vuur aan te laten als ik aan het douchen ben, dus die ga ik wel uitzetten. Maar dan is het in ieder geval straks pasta erin. Dit even fine-tunen, proeven. Ik wil de tomaten niet, dat ze moeten zeg maar net openbarsten, maar het moet geen tomatensaus worden. Dus ik zet het nu gewoon uit. En dan kan ik straks verder. Voilà, ik ben dus de hele dag nog niet buiten geweest. Maar ik dacht eigenlijk dat ze, dat mijn moederzochter wel naar buiten wil. Dus ik dacht, ik zorg dat ik er klaar voor ben, maar die heeft er geen zin in. Dus ik ga nu zelf even lekker naar de supermarkt lopen, want we hebben nog wel wat dingen nodig in de koelkast. Heb ik even bewogen en dan staat het eten alvast lekker klaar. Kunnen we half zeven eten. En dan toppie. Ik ga natuurlijk weer met mijn oma karretje. Oké, ik heb de boodschap gehad en het eten is ready. Het ziet eruit alsof het helemaal groen is, maar het is ook eigenlijk helemaal groen. Maar het is wel lekker. Dat ik heb voor mijn bonusdochter gemaakt, want ze kan wel wat extra vitamines gebruiken. Dus ik had even een gezond toetje. Nu ga ik broodrommel maken en het avondeten was super lekker. Echt... heerlijk, dat zou ik echt sowieso vaker maken. Hier hebben we lekker hartjes, komkommers, tomaatjes, passievrucht, sinaasappel, watermeloen, rode besjes, gevriesdroogde aardbeidjes en dan nog komkommers, sushi met sojasaus. En dan ga ik er nog stokjes en een lepeltje bij doen. Super leuk weer. Ik vind het zo leuk om dit voor haar te maken elke keer. Altijd leuk. Dan gaan we altijd vast naar boven met haar en dan ga ik dit maken en dan roepen ze dat ze klaar zijn en dan kom ik nu naar boven en dan gaan we lekker lezen. Oké, ze ligt lekker slapen. Dit zijn nog de ongezonde snackies en hier komt brood. Nu gaan we lekker chillen. Dit is voor 3 dagen. Ik had het eerst voor 4 gemaakt, maar op de 4e dag is hij gewoon niet meer lekker. Dus ik heb hem net moeten weggooien. Dus ik weet niet of ik het elke dag had gegeten hoor. Misschien was het wel 5 of 6 dagen. Maar ik maak het in ieder geval voor 3. Good morning, ik ben op weg naar de gym. Ik moet omlopen want de brug is dicht en dat wist ik, maar vergeet het steeds. Ik dacht lekker vroeg. Nou, in ieder geval mijn bonusdochter moet naar school. Ik denk ik sta ook lekker vroeg op. Net als vorige week toen ik de kattenbaklaag ging uitruimen. Maar... dan denk je dus, ik sta vroeg op, dus het is heel rustig op straat. Maar dit is dus niet vroeg, 8:30. Dit is dus, iedereen gaat gewoon nu naar zijn werk. En iedereen is nu op straat. Gewoon, normaal is het rustiger als ik buiten loop. Dus nee, Charlotte, dit is niet vroeg. Maar goed, voor mij is het wel vroeg. Ik ga lekker vroeg voor mijn doen naar de gym. Zo, iemand commentte dat ik niet helemaal moet overstrijken. Volgens mij bedoelde ik geen belt. En dan heb je dus net het vaartje van onder. Oh my god, lukt me eens 3 keer. Kijk man. Zo, zonder te eten vind ik ergens heel chill, maar ik heb honger. Terwijl ik normaal nooit weet. Ik heb wel zo'n skeer mee voor als ik klaar ben.
Oké, ready. En nu ga ik even bellen met een soort van recruiter die mij heeft benaderd via Indeed voor misschien een baan. Ja, het ding is, ik kan heel lang praten hoor, dus ik weet niet wat je allemaal wil weten. Ja, precies. Ja. Ja. Hé, dat is dus een beetje het probleem. Ik heb, toen ik 3 was, wilde ik al leerkracht worden. En daarom ben ik ook uiteindelijk de PABO gaan doen. Ik vond het heel veel leuk, maar dat heb ik altijd leuk gevonden. Ik ben er ook, kan ik zeggen, hartstikke goed in leerkracht zijn. En ik heb heel veel plezier gehad. Maar het ding is dat ik het minst leuke aan dat vak vind ik het lesgeven. Dus ik heb eigenlijk de verkeerde opleiding gekozen. Want je kan heel veel met kinderen doen, maar PABO is lesgeven. En ik vind juist de gedragsproblematiek, juist de verslagen, de observaties, de oudergesprekken. De gedragsproblemen vind ik het allerleukst eigenlijk. Maar eigenlijk alles wat erbij komt kijken vind ik super. Maar het gaat hoofdzakelijk om het lesgeven. En dat vind ik gewoon het minst. En als ik het dan doe, vind ik 1-op-1 wel leuk. Want dan doe je ook meer dan alleen lesgeven. Dan ben je echt met een kind bezig. Maar ik heb gewoon dus niet de juiste papieren eigenlijk voor wat ik wil doen. Ik zou bij wijze van spreken liever in de jeugdzorg werken dan dat ik eigenlijk voor de klas sta. Maar een intern begeleider lijkt me ook onwijs tof. En ik krijg van veel mensen die mij kennen ook te horen dat het goed bij me zou passen. En RT, ambulant begeleider, weet je wel. Maar het is allemaal... Ik heb daar de papieren niet voor. En ik zie heel soms een vacature van een intern begeleider dat je de opleiding mag doen terwijl je betaald krijgt en al werkt en zo. Maar dat is dan echt in Groningen. Ja. Ja. Oké, mijn action aankopen. Dit. Ik zou niet meer weten waar we het kwijt moeten. Maar ik heb afgesproken dat elke keer als ik zo'n teddy ding zag, dat ik hem moest hebben. We hebben nu 2 normale. En deze heb ik nog nooit gezien, de grote. Dus ik moet hem hebben. En ik vind er vast wel een plekje voor. Wat kost hij nou? Oh, hij is best duur. €19. Het is gewoon een dubbele van die andere natuurlijk. En ze hebben eindelijk een keer wat nieuwe dingen bij de bakafdeling. Deze leopard muffins. Leek me leuk. Mijn bonusdochter is er eindelijk dit weekend weer. Sinds de vakantie, zeg maar, in het weekend. Ik dacht, misschien kunnen we leuk wat maken. En dit is altijd super lekker voor haar. Voor op een toetje of zo. Dacht, kan ik ook leuk in een pot doen. Deze kaars ruikt echt lekker. Die andere die gaat heel snel op. Ik dacht, tot het cadeautje er volgende week zondag. Kunnen in die tijd nog lekker deze branden. Deze ruikt echt perfect naar sauna. Geweldig. Hier, screenshot dit. Ik heb er heel veel geroken. Mijn bijlesmeisje van de maandag houdt heel erg van panda's. Ik weet dat ze in november jarig is. Dus ik dacht, toen ik dit zag, ik moet dit kopen. Want... ik ga natuurlijk niet een groot cadeau geven of zo. Maar ik vond het wel heel leuk om haar dan iets te geven. Te cute. En dan nog deze decorations. Oogjes zijn altijd handig. En hearts. En dat was het. Yep. Het gesprek was trouwens niet heel interessant. Zij gaf ook al aan dat de kans klein is dat ze iets voor me kan vinden. Maar goed, ze schrijft mijn gegevens op. En... ik had het erover dat ik eigenlijk gewoon een open brief naar onderwijsinstellingen moet sturen. En zei ze ook dat ze dacht dat dat het best zou werken. Dus daar moet ik gewoon even de motivatie voor vinden. En dan kan ik daar aangeven wat ik wil zeggen. Genoeg scholen. Weet je, ik heb ook op scholen gewerkt. En er zijn zoveel mensen die een functie hebben waar ze niet voor opgeleid zijn. Maar daar is vacaturen. Hoe noem je dat? Vacaturen waar het werkwoord. Daar sturen ze in ieder geval geen vacatures voor uit natuurlijk. Wij zoeken een intern begeleider die niet de opleiding intern begeleider heeft bijvoorbeeld. En mijn intern begeleider lijkt het me ook lastig hoor, want dan willen ze natuurlijk gewoon dat iemand meteen aan de slag kan. Maar ik zou ambulant begeleider, remedial teacher, zelfs leerkracht ondersteunen, maar dan wel met salaris van leerkracht die 1-op-1 met kids gaat werken en dus niet deed dat de klas moet overnemen. Allemaal dingen die ik leuk vind. Oké, ik ga nu even lekker, het is pas 10:30, kip met dit eten. Vind ik echt super lekker. Het huis is zo netjes elke dag, ik ben echt goed bezig. Als ik echt weer een vaste baan zou hebben, gaat dat sowieso niet lukken. Het vol te houden. Ik doe dus echt heel lui. Ik pak een mes en een vork. Met het mes smeer ik deze. Dit is echt heel pittig hoor, trouwens. Smeer ik dat erop. En dan snijken. Dit is gewoon echt... ik heb gewoon heel erg... ik ben een hartig persoon. Dus het liefst zou ik nu chia pudding nemen. Maar ik heb gewoon geen zin in iets zoets. Ik heb bijna nooit zin in iets zoets. Soms na het avondeten dat ik echt pasta heb gegeten met koolhydraten. Dan doe ik gewoon zo. Nog een scheppie. En dan ga ik dit letterlijk nu gewoon eten. Want ik vind het echt zalig. Nou. Maaltijdinspiratie. Woehoe. Thumbs up. Voor dit meal inspo. Wow, ik had ineens heel veel zin in dit. Deze is ook heel lekker. Ook wel rond de merk besteld. 1+1. Best veel calorieën. Echt 250. Maar
Heel lekker. Ik ben tot nu toe echt fan van die dingen. Die ik laatst ook liet zien, die good keto dingen. Heerlijk. En tot de tijd. Ik ken eigenlijk een beetje de versie van Doe. Zijn op je eigen meid. Hij vertrouwt op mij. Dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Leed de wolf in ons allebei. En sorry Hamer, als je dit liedje aanzet, moet ik gewoon meezingen. Dit is mijn fave. Zeg maar niets meer. Ik ben al weg. Lekker veel. Het is 477 calorieën. En ik heb verder nog niks gegeten vandaag. Want ik had nog niet echt honger. Heel lekker zin in. Hey jongens. Ik heb best weinig gevlogd heb ik het idee. Maar tegenwoordig is dat goed. Want dan heb ik niet zulke lange vlogs. Mijn nieuwe vlog is trouwens klaar. Ik heb geëdit op mijn MacBook. En het is geweldig. Mijn video is maar 3 kwartier. Dus daar ben ik blij mee. Ik wil ook niet maar 1/2 uur. Maar ik vind 3 kwartier wel beter. Toch veel mensen die het niet leuk vinden. Dat het zo lang duurt. En de mensen die wel van lange video's houden. Zullen het kort ook wel leuk vinden. Maar mijn Mac is bizar. Ik heb op de hoogste snelheid, of de hoogste kwaliteit gerenderd. Dus video opgeslagen. Het was binnen 1 uur klaar. Tijdens het editen kan je, als je een leuk shot ziet, kan je met pijltjes hem precies goed timen. En dan kan je hem eruit knippen. En dan heb je zo 2 plaatjes, hup, bij zo'n thumbnail maken. Alles werkt super makkelijk en prettig. Ik ben zo blij. Dus dat heb ik klaar. En verder ben ik dus de... Had ik al gezegd dat ze mijn bonusochtend nog gaan ophalen? Nou, we gaan zo bij mijn schoonouders eten. Ik heb weer zoals altijd dit ding aan. Ik vind het zo chill. Net even lekker mijn haar gewassen. Maar ik ben dus deze hele week bezig met mijn kookserie. Het wordt niet gericht op kinderen. Het is heel moeilijk om kinderen te vinden die op internet mogen. En dan zit je gewoon heel erg vast aan ouders. En weet je, met de volwassenen kun je gewoon op dat moment... Kan die aangeven, oh, knip dit er even uit. En bij een kind moet je alles toch laten checken daarna. Veel gedoe. Veel dingen die je niet mag. Dus dat wordt er niet. Het wordt heel vet. Iemand stuurde mij gisteren een berichtje. Die zag dat ik bezig ben met logo's. Wat een herrie. Dat ze iemand zag. Dat ze iemand kende. Die toevallig nu bezig is met logo's en zo. Gratis voor mij iets wilde maken. Met hem heb ik de hele avond zitten appen. Hij woont blijkbaar ook in Zoetermeer. Is 31. En gaat mij helpen met echt veel meer dan ik nog wil. Ik vind het altijd een beetje spannend. Want ik wil altijd heel graag snel resultaat zien. En voor mijn doen... Jee, sorry, alle ramen staan open. Wat een herrie. Voor mijn doen, doe ik het nu al heel rustig aan. Want de opnames beginnen pas eind september, begin oktober. Omdat in ieder geval mijn ouders dan pas ook konden. En die wil ik er ook in. Nou ja, ik heb in ieder geval de tijd. Normaal had ik het nu al opgenomen, de serie, weet je wel. Omdat ik heel snel ben altijd. Dus we gaan hele toffe dingen doen. De naam is er. Mijn vader heeft heel veel meegedacht. Ook voor de naam. Die heb ik eigenlijk met hem samen en IA. AI, ik zeg het altijd verkeerd. Ik had al in de warmte met de E. De A, dus. In ieder geval, het wordt super tof. Het wordt echt een doordacht format. Ik ben de hele dag aan het typen in mijn laptop. Allemaal ideeën aan het bedenken. Ik wil niet te veel zeggen. Oké, nou, dat is heel leuk. Dat komt dus, wordt dus oktober of zo. Ik denk eind oktober dat ik dat misschien ga plaatsen. Augustus. 2 maandjes. 1,5 maand. Nou, super leuk. En nu lekker naar mijn schoonouders. Die waren... 3 weken op vakantie. Dus daar gaan we nu gezellig weer naartoe. En het is het eerste weekend dat mijn bonusdochter er weer is. Dus. Bye. Maar verder Frankrijk. In Dacia zijn we ook naartoe gegaan. Dus nog. We mogen onze eigen pizza beleggen. We moeten onze eigen. Wow! Kijk jongens, weten jullie nog dat ik zei dat er geen courgettes waren? Dit is 2 weken later. Bizar. En dit. Ik krijg hem niet open. Ja, behoorlijk. Sorry dat ik zo sterk ben. Mag ook wel, hè, als je naar de sportschool gaat, hè? Zo. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Jongens, zeg even allemaal dat Loes in de kookshow moet. Nee hoor. Nee is nee. Voor een weekje. Dan ga ik je weer overhalen. Nee hoor. Ik moet er echt aan wennen, want ik ben niet zomaar... Geen BN'er. Nee. Kijk, we hebben 1, 2, oh, Haan, ik heb echt letterlijk geen onderscheid. Maar maakt het toch niet uit? 3, 4, 5,
pizza's. Ja, weet je, en het is echt meer dan genoeg. Ja, weet je, ik heb nog nooit zo'n dik gevulde pizza gezien in mijn leven. Nee, maar je denkt, ach, een klein beetje, maar we eten ook nog salade. Ik heb wel eens een hele kaas in mijn eentje op een haring. Hartjes servet. Salade met bieten en courgette en tomaten en komkommer en ui. Schoondochter, omdat je ons verkeerd hebt geleid, heb ik je pizza in elkaar laten dingelen. Pizza. Echt wel opzettelijk, echt wel opzettelijk. Maar wie eet ook zijn selderij draadje voor draadje? Mag ze het uit? Nee. Is het niet gaar? Nou, hij is nog zacht, maar wel lekker denk ik. Even kijken. Nou, de pizza is niet gaar, toch? Niet gaar? Jawel, maar hij is toch altijd zacht? Is het niet gaar? Nee, maar dit wordt zacht als je er zoveel toppings op doet. Dat hoort gewoon. Ja, okay. Toch? Is die niet goed? Jawel, toch? Of is die normaal hard bij jou? Nee. Nee, dan is die toch gewoon goed? Alleen maar de buitenkantjes. Ja, nee, dat is gewoon goed. Citroen. Wij zijn lekker aan het fietsen naar Leiden. En het is echt een heerlijke route. Het is nog 26 minuten. Ja, ja, daar zijn wij. Ja, dankjewel. Oh ja, leuk. Ik ook wel leuk. We hebben hier net wat heel leuks gekocht. Kijk. Ik heb deze net gekocht. Superleuk kraampje. Nou, vertel, wil je wat zeggen? We hebben net heel lang lopen kletsen hier. Ja, nou, dit is mijn kraampje en ik sta hier nu voor een paar maanden eigenlijk al een tijdje op de markt in Leiden. Ik sta ook in Amsterdam, op de Eihallen. En hier loopt het eigenlijk ook best wel goed. Gewoon rustig, maar het begint wel steeds drukker te worden. Want de Leidse markt is rond 5, was echt een beetje echt booming, 4, 5 uur. En vandaag is ook de Pride, dus ik denk dat het straks veel drukker gaat worden. En het is allemaal handgemaakt. Heel en, leuk. Ja. Neem een kijkje. Show some love. Ja, leuk. Hier wil ik echt al een paar jaar weer naartoe, omdat ik het vorige keer met H zo lekker vond. Roos. Kijk, we zitten hier. Maar kijk wat een leuke met matcha en met dragon fruit. Matcha kokos. Ja, wij gaan heen en weer. Dat is grappig. Wat is er veranderd aan me? Nee, maar ik heb... Dat valt een beetje op, ik had zo awkward. Maar ik heb mezelf volgens mij nog niet gefilmd. Maar jongens, wat is er veranderd aan mij? Jongens, laat in de comments weten wat er aan mij is veranderd. Nee. Oeh, ik wil even jouw smoothie laten zien. Hij ziet er heerlijk uit. Mag ik eens jouw smoothie filmen? Dragon. Ik zie allemaal zulke schattige dingen van mijn vriendin die een baby krijgt. Dat vind ik ook echt mega cutie. Wow, mijn lievelingskaas hebben ze hier en dat hebben ze echt nergens. Het is echt jaren geleden dat ik eruit ben gegaan. There is a joke. Yummy. Oh, lekker. Hij is heel goed, hè? Maar ui erbij is echt bizar lekker. Wow. Dan wil ik wel die wit chocola pistache. We mochten twee smaken in één bolletje. Ik heb watermeloen en wit chocola pistache. We hebben echt heerlijke dingetjes gekocht. Lekker over de markt gelopen. Lekker drankje gedronken. Nu gaan we weer naar huis fietsen. Echt een uur terug. Maar wel een hele leuke route. We are back. We hebben zo lang gefietst. We zijn ook nog eens meer naar speeltuin en zo geweest. En ik heb een paar hele lekkere dingetjes gekocht. Mijn kaasboordje 2 voor 6 heb ik deze. Een soort van geitenkaas met speculoos. En hier zit ook nog zo'n soort geitenkaas in. En dan met andere kruiden. Ik heb een gerookte knoflook vast voor mijn serie die eraan komt. Dat zal ik voor 5 euro even bij mijn bietje. Dat is op zich best wel goedkoop. En dan heb ik nog een mooie stukje kaas. Die wil ik eigenlijk ook bewaren voor mijn kookserie. Want die is 3 maanden goed. Dit is een manchego met truffel. Dan hebben we hier de geitenkaas met schimmel kunnen vinden. Ik dacht dat je die nergens kon krijgen hier in de buurt. En als laatste een klein stukje van een zachte geitenkaas. Heel benieuwd naar. Met truffel. Niet normaal. Heel lekker. Eén zo'n kraampje helemaal aan het begin. Dat is allemaal hele speciale geitenkaas. Dus. En een lekker Turks brood. En dat was het. Alleen maar kaas eigenlijk. Kijk, dit is die ander. Dus deze. Die twee geit met speculoos. En een soort geit met iets met kruiden en zout. Alles voor 6. Heel chill. Gek op geitenkaas. Heerlijk. Heel benieuwd hiernaar. Ik zal die geit met schimmel nog even laten zien. Ik heb die laatst in de vlog gedeeld. Dat is dus van heel dat had meegenomen. Hij is iets ouder zo te zien. Het is dus niet dat je dat ergens kon krijgen. Maar hier dus wel. Super lekker. Hier bij deze. Zo'n stuk kost dan wel 10 euro. Maar
Kijk, dit hadden wij allemaal. Heel erg blij mee. Zulling is echt zonde, joh. Ga weer die salade maken die jij zo lekker vond. Mosterdsaus. Dat is echt de enige dressing die jij volgens mij lekker vindt. Smaakt een beetje naar Mackie. Doe maar dan. Mensen vinden kookbeelden altijd het allerleukste, hè? Wist je dat? Dat heb ik dus laatst spontaan bedacht. Het is zo lekker. Het is dus courgette, komkommer, tomaat, rode ui. En wel echt een lekkere, die kleine komkommer heb ik dan. En lekkere courgette uit de moestuin. Lekkere kleine tomaatjes. Maar ja, dat hoeft niet per se. En dan is de dressing dus heel veel mosterd, beetje witte wijnazijn, heel klein beetje olijfolie. That's it. En het is zo lekker. Ik heb een beetje veel dressing, maar ja, het is dus gewoon allemaal mosterd. Het is ook hartstikke gezond. Het ziet er ook heel lekker uit. Het is echt mega easy en heel makkelijk, heel lekker. Er zit dus geen saus en peper op, hè? Mosterd is geweldig. Maar dit is dus ook een goede dressing voor bieten salade. Deli Luipaard cupcake mix die ik had gekocht. Is heel veel werk. Ik heb het nog niks gedaan. Dit is het eerste wat ik doe. Maar je moet dus... Je hebt dus een basisdeeg. En dan heb je twee soorten bruin. Licht en iets donkerder deze. Dat worden dan de luipaardspots. En van elk ding moet je dus... 75 balletjes maken. En dat worden dan die spots. Dus ik dacht dat er een soort van koekjes bij zaten. Maar dat is niet zo. Dus... Het is best wel veel werk. Het was een beetje te nat, dus daarom doe ik er nu bedoel bij. Dus je moet ongeveer 75 van dit soort kleine balletjes draaien. En ze hoeven niet mooi te zijn, denk ik. Zo dan. Nou ruikt het hier al lekker, er zit niks in de oven. Dus de donkere moeten bovenop en de lichte erin. Hoezo? Waar zetten we ze op? Hier? Nou, niet per se een aanrader, deze cupcakes. Heel veel werk en niet super lekker ofzo. Wij gaan weer lekker fietsen en ik heb een vlecht in mijn haar. Hoeveel dagen heb ik dit ding niet aan gehad? Volgens mij een paar. Volgens mij kan ik hem wel weer aan. Ik wil echt meer van dit soort dingen. Als je iets weet, jasjes die je als jurk kan dragen, laat het maar alsjeblieft weten. Als de zomer bijna voorbij, I need it. Ik vind het zo chill. Ben jij een moed? Poesie. Wij gaan even fietsen, oké? Okay? Ja, dikke big. Ik ben zo een beetje wollig. Wat ben je aan het doen? Dag lief, ik ben een komkommerkitten. Veel plezier, wij zijn zo weer terug. Op zondag hebben we lekker borrel altijd. Wel vaker, maar dan is het echt ons eten. Klein beetje varken, niet voor mij. Met truffel voor haar. Tonijnsalade, truffelkaas. Dus ook truffelgeit, komkommer. Die ene die ik bij Albert Heijn heb. Show me of zo, ik weet niet precies hoe die heet. Is nog lekker een soort kruidenkaas van het Geertje, basilicum, olijven, schimmelkaas van de markt, geitenkaas met zout en kruiden van de markt, geitenkaas met speculoos van de markt, gewoon een Lidl camembert dingetje, chippies, toosjes, om en om. Lieve mensen, het is 9:15, we gaan lekker in bed verder chillen en slapen en ik zie jullie heel graag weer bij volgende week vlog. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen en een reactie achter te laten en volgende keer weer te kijken en het volgen op Insta.